Heel hartelijk welkom iedereen. Echt super fijn dat jullie er zijn hier op onze nieuwe locatie. We zitten hier nu een paar maanden. Echt heel blij mee. En al was het maar omdat dit bij lange na niet had gepast in ons vorige pand aan de Lange Verhout. Dus nou, echt super fijn. En we hebben heel veel zin in vanmiddag. Ik hoop jullie ook. Mijn naam is Hedy van Dijk. Ik ben CEO bij Tigon. En ik ga proberen om jullie een beetje door de middag heen te loodsen. En ik moet ook een beetje op de tijd letten. En daar zijn we nu al op uitgelopen. Dus ik ga mijn best doen om te zorgen dat we ook nog tijd hebben voor de borrel achteraf. Want dat is heel belangrijk. Voordat ik op het programma inga, wil ik nog heel even stilstaan bij de community. En het belang van de community voor Tigon. Want de gebruikers van Tigon zijn natuurlijk cruciaal voor de ontwikkeling van het platform. En we hebben door de jaren heen, sinds het ontstaan van 2005, echt met en voor de gebruikers het platform ontwikkeld. Omdat jullie ervaringen, jullie feedback, maar ook jullie wensen voor de toekomst, dat is gewoon cruciaal voor het bepalen van de juiste roadmap en onze ontwikkeling. En dit plaatje laat eigenlijk zien dat vanaf 2005 doen we dat gezamenlijk en werken we met de gebruikers en de klanten aan ons roadmap en aan onze ontwikkeling. Eigenlijk langs drie hoofdlijnen op basis. Hè. Het ene is dat steeds meer en sneller kunnen rekenen op steeds grotere kaarten van wijken naar steden, naar provincies, naar zelfs heel Nederland. En dat is een hele belangrijke ontwikkellijn die alsmaar terugkomt. Een andere ontwikkellijn is natuurlijk de modellen in de kern van de software, waar we natuurlijk met jullie in het bijzonder aan de watermodule, de overstromingsmodule, het grondwater de laatste jaren hebben gewerkt. En de derde ontwikkellijn die eigenlijk steeds terugkomt is Tigon als onderdeel van een ecosysteem van data en applicaties, dat je ook via de API applicaties kan koppelen, maar ook heel makkelijk zelf data zonder dat je daar al te veel hoeft te doen kan toevoegen, et cetera. En ook dat stuk, eigenlijk al die drie elementen zullen vandaag ook wel terugkomen in jullie presentaties. Die community die bestaat eigenlijk al sinds 2005. En de fysieke bijeenkomst hebben we voor het eerst gedaan met COP Water in 2017. Dat was in Houten. Een aantal van jullie die waren daar ook. Ik weet in ieder geval zeker dat ik daar bij een presentatie van Thijs was. Maar ik denk dat er meer mensen vandaag zijn die daar toen ook waren. Maar gelukkig groeit de community ook. En komen er steeds meer mensen bij. Vandaag zijn er bijvoorbeeld bijdragen van voor het eerst van uit Arcadis, vanuit Bureau Regen en Water en ook vanuit Deltares. Dus hopelijk volgend jaar nog groter en meer. Ik vind het persoonlijk ook heel leuk dat Deltares erbij is vandaag. Ik denk dat we in Nederland en ook daarbuiten hele grote gezamenlijke opgaven hebben, hè, om de uitdagingen die op ons afkomen met klimaatverandering, overstromingen, maar ook droogte, et cetera, om dat op te kunnen pakken. En nou, als we daar de kennis en de krachten in Nederland voor kunnen bundelen, dan kunnen we die opgaven aan. En dat is waar wij voor staan. En Deltares ook dus. En natuurlijk de hele zaal. Dus dat vind ik ook echt heel erg leuk. Kom ik zo nog even op terug. Ik wilde nog heel even op deze sheet staan een paar persoonlijke hoogtepunten van mij van afgelopen jaar die misschien net iets verder van de waterwereld staan. Dus ik dacht, die breng ik nog even onder de aandacht. Misschien zijn ze jullie ontgaan. Linksbovenin zie je Florian met Lodewijk Hoekstra en Michiel van Heijmans. We gaan samen met NO Green Label en Heijmans zijn we een groot project begonnen om eigenlijk alle projecten van Heijmans die willen, daarvan wil Heijmans dat ze het NL Green Label A krijgen. Dus dat het hele duurzame projecten en ontwikkelingen worden. En nou, dat moet natuurlijk ook getoetst worden. En dat gaat om alle projecten met heel veel data. En hoe doe je dat efficiënt? Nou, daar gaan we dus Tigon voor gebruiken. En supermooi project waar we nu aan bezig zijn. Links onderin zie je ook een mooi voorbeeld ook van het gebruik van die API. We hebben samen met RIVM de groene batenplanner van het RIVM gekoppeld. Zodat je bij nieuwe ontwikkelingen in kaart kan brengen. Wat levert het groen in zo'n ontwikkeling nou op? Maar ook in samenhang met wateroverlast, hittestress, et cetera. Dus de aspecten die juist Tigon doorrekent. En daar komt dat integrale afwegingskader weer heel mooi bij elkaar. Samen met dat ecosysteem van applicaties. En rechtsbovenin vind ik ook een beetje leuk, wat lastig leesbaar zie ik. Maar dat is een project samen met de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen. Die hebben een manier om eigenlijk klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen door te rekenen. De Paris Proof Index. En samen met de banken en die stichting wordt dat nu toegepast op verschillende bedrijventerreinen in Nederland. En er is ook weer een mooi artikeltje van beschikbaar. En een andere die ik wel leuk vind om nog even te noemen is, wij werken heel graag en veel samen met onderwijsinstellingen. Er zijn ook best een aantal mensen uit onderwijsinstellingen aanwezig. En ik heb dit plaatje geknipt van de storymap van Merel en Anna. Volgens mij zitten jullie daar, of niet? Ja.
En jullie hebben gewerkt aan een project voor de wijk Wold in Lelystad. Om die echt milieuvriendelijk en klimaatbestendig in te richten. En vooral ook veel nagedacht over de impact die dat soort maatregelen hebben voor bewoners. En ze zijn vandaag aanwezig en ze staan zometeen ook aan zo'n tafeltje. En dan kan je daar hun over bevragen en kunnen ze wat laten zien. En heel leuk dat jullie er ook zijn. Het programma bestaat op hoofdlijnen uit 3 blokken. We gaan zo even beginnen met een blokje Deltares. Ik heb ook de presentaties van Marijn en Erik, Floris en Maxime een beetje aan elkaar gekoppeld. En hebben daarna nog wat tijd voor vragen en discussie. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe de zaal onze samenwerking ziet. En wat jullie graag zouden zien en wat jullie handig zouden vinden, et cetera. Dus hopelijk hebben we daar wat tijd voor. En dan gaat daarna Maxime vertellen over de nieuwe ontwikkelingen over het Tideland platform. Dan hebben we even pauze. En dan gaan we naar 2 blokken gebruikerstoepassingen. En het eerste blok gaat wat meer over de koplopers, zeg maar, die meteen met de nieuwe ontwikkelingen van Tigron aan de slag zijn gegaan en aan jullie gaan vertellen hoe ze dat doen. Henk, die het werken met combo's overlezen een beetje tot kunst heeft verheven inmiddels, dus die gaat daarover vertellen. Harm en Jan, die zowel met de nieuwste grondwaterontwikkelingen bezig zijn, maar ook heel veel met koppelingen via de API. En Thijs en Jeroen, die ook heel goed die nieuwe functionaliteiten weer kunnen in perspectief kunnen zetten tot andere mogelijkheden die er zijn en wat je er wel en niet mee kan doen. Dan hebben we ook weer even een pauze. En het idee is dan dat de mensen die de presentaties geven, die zijn in die pauze, staan ze aan een tafel. En dan kan je daar naartoe lopen en nog even doorpraten. Dus we blijven doorwerken tijdens de pauze, zeg maar. Het laatste blokje gebruikerstoepassingen, dat gaat echt over de mensen die echt met de kern van Tigron, waar hebben we Tigron nou gemaakt? Nou, voor dit soort toepassingen, die zijn daarmee bezig en gaan daarover vertellen. Adriaan van Bureau Regen en Water over de klimaatbestendige wijken en steden. Bas en Margot, die hebben zich bezig gehouden met de snelle overstromingsberekeningen. En Jeroen en Rudolf, die hebben juist weer snelle overstromingsberekeningen geautomatiseerd, zodat je er heel veel achter elkaar kan doen. En daar sluiten we deze middag bij af. Na de borrel natuurlijk, want we zijn eindelijk weer fysiek samen, dus dan moet die er wel zijn. Dus ik ga erop sturen dat we daar voldoende tijd voor hebben en daarom ga ik het woord aan Marijn geven. Want jij gaat wat vertellen over co-creatie en het belang daarvan.